Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Call of Duty Advanced Warfare Elite Showcase serie. In deze serie laat ik natuurlijk elk elite wapen dat ik heb aan jullie zien. En vandaag gaan wij spelen met de Stinger M7 Nighthawk. En er zitten niet echt speciale dingen aan deze Stinger verbonden, maar met de Stinger en Advanced Warfare kan jij natuurlijk kills maken. Je kan op spelers aanloggen, dus we gaan proberen dit potje te winnen met de Stinger. Waarschijnlijk gaat het echt niet goed komen, maar we gaan natuurlijk wel onze best doen. Hier staat onze Classic Stinger M7 Nighthawk. En ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Zo'n mark is het en dat ding is zo fucking groot, jongen. Dat is niet normaal, jongen, hoe groot dit ding is. Maar oké. Oké, spant er hier eentje? Nee. Het gaat wel moeilijk worden, want je moet natuurlijk ook eventjes de tijd nemen om iemand aan te kunnen loggen. En er zitten ook maar 2 kogels in. Je schiet 4 kogels tegelijkertijd af. Maar je kan maar 1 keer reloaden. Godverdomme, ik kon hem niet aanloggen, man, die vent. Hij rende met een shotgun en hij rende keihard voor me weg, man, die lul. Ik moet ze wel aanloggen, jongens, anders gaat het niet goed komen hier. Ja, oké, ik moet even kijken. Als ik gewoon hier blijf campen en niemand die me ziet, dan kan ik ze wel aanloggen, denk ik. Oké, er gaat er eentje en... Hoppatee, daar is kill nummer 1. En ik ga meteen dood. Uh-oh. Kan ik deze kill ook nog pakken? Nee, shit, man, ik probeerde hem te pakken, alleen dat ging niet goed. Ik moet gewoon blijven campen, man. Wat? Hoe kan hij zo slow? Waarom logt hij niet aan, kutstinger? Ik dacht dat je beter was, man, maar je faalt. Okay, blijf hier wel verkampen dan maar. Serieus. Die rent gewoon voor me weg. Haat de schuit aan, had er geen zin meer in, denk ik. Ze durven niet, man. Ze serieus. Kom op. Nee, die is gekillstealed. Wauw. Wordt hij gekillstealed? Dat is echt bullshit, jongens. Godverdomme. Dat meen je niet. Ik kan ze toch nooit een kill krijgen, jongen, met een kutding. Nee. Ah, jongens, hoe kan dit? Ik moet een potje ermee winnen, maar ik heb pas 1 fucking kill. Godgloeiende kokosnoten. Doe het, alsjeblieft. Nee, natuurlijk schiet je op de fucking dak. Kut ding. Ik ga gewoon campen zo. En hoop dat niemand me ziet, want dat is de enige manier om kills te kunnen pakken met dit ding. Nee, die gaat tegen dat fucking hel. Nou, dan moet ik mezelf weer opblazen, want dat gaat zo niet goed, jongens. Iemand heeft al 14 kills, ik heb er pas 1. Ik heb er pas 1. Fuck. Die kan ik gewoon niet spawnen, hè. En er wordt genijfd. Achter zit er nog één. Ik schoot! Nee, ik schoot! Fucking kutspel! Yes, daar is kill nummer 2. He, he. 3 jaar later. Maar we hebben een kill, hoor. Doe het! Nee, waar gaan die kogels nou weer naartoe? What the heck? Die kogels gingen helemaal nergens naartoe, man. Die vlogen allemaal uit elkaar of zo. Wat heb ik daar nou weer aan dan? Dit ding is echt poep, jongens. In Team Deathmatch of zo kan je... Hoe weet hij dat ik daar lig? In Team Deathmatch of zo kan je hem nog wel gebruiken, maar hierin is echt... Fucking kut ding! Ik spam mijn hele fucking controle vol! Die voor je. Heppatee, dat is nummer 3. Hè? En... 4! Nee, kut. Oké, let's go. Ik blies bijna iemand met me bij erop met dat ding, maar... 5! Let's go! Oh, kut. Ja, die kan ik niet nijven. Ik mag niks doen namelijk. Ik mag alleen maar killen met mijn stingertje. Ik kan gewoon niet schieten, joh. Ik mag gewoon niet schieten van dit spel of zo. Ik weet ook niet wat het is. Het moet zo lang voordat hij... Dan kan ik toch nooit... Jongens. Kom terug nou. Anders kan ik nooit die kill krijgen. Hoppatee. Let's go. Weer eentje. 6 kills. Iemand moet nog 1 kill, dan heeft hij gewonnen. Dus dat is wel een beetje een probleem, maar... Nee. Waarom kill je me nou? Ik had nog 1 kill kunnen pakken, man. Jammer! We hadden in totaal
6 kills kunnen oppakken. 17 deaths met de elite stinger Nighthawk. Niet gebruiken. Het is wel leuk om te gebruiken natuurlijk, maar niet in de free-for-all potje. Maar gebruik hem dan in het Team Deathmatch potje, wat dan ook. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram dan natuurlijk op die like-knop. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.